review, vrienden. Hoe is het daar? Hier is goed. Ja, gaat lekker. Ik hoop met jullie ook. Wat potverdikken. Het is toch weer zomer. We hebben het gered. Hè? We hebben het overleefd. We zijn er nu toch. Laten we er een feestje van maken. Alleen, er zijn ook nog andere dingen in het leven. Bijvoorbeeld, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Ik ben benieuwd. Jullie ook? Let's go. Oh! Febo! Ja! Ik durf het te zeggen. Ik weet nog niet wat er in het zakje zit, maar ik weet wel dat het lekker is, want ik vind namelijk alles van de Febo lekker. Er zijn, zeg maar, tenten waar je iets haalt en denk je, nou, wie weet. Maar bij de Febo is eigenlijk altijd alles goed. Niet dat ik er heel vaak heen ga, want ik moet een beetje op mijn lijntje passen. De Febo. Wereldberoemd omdat je daar snacks uit de muur kan trekken. Wie het over zonne heeft, had eigenlijk de Nobelprijs moeten winnen. Maar ja, voor dat soort topuitvindingen krijgen dat we weer net niet. Febo, waar staat het eigenlijk voor? Dat is een afkorting, neem ik aan. Frituur en broodjesorganisatie? Ik weet het niet. Nee. Maar wat doet het toe? Laat ons proeven. Ah, een allerbeste product. Kroketjes. Ik heb een heel klein probleempje. Er zitten namelijk 3 smaken in, zag ik zojuist op het bonnetje staan. Het saté-kroketje. Beter wordt het niet. Het kalfskroketje. Top. En het rundvleeskroketje. Waanzinnig. Maar wat is, weet ik niet. En er zitten er 6 in. Dus ik kan wel zo op elk bordje een kroketje leggen. Maar of het alle 3 een ander soort kroketje is, dat weet ook mijn Jan niet. Dus het is nog extra spannend. Ja. Nou ja, laten we maar beginnen. Ja, ik weet niet. Deze is iets kleiner en iets minder bruin dan die. Deze is ook iets kleiner. En, maar ja. Ja, je ziet het verschil, zie ik gewoon niet. Ik begin wel met deze. Ja. Het saté-kroketje. Het saté-kroketje van de Febo is wereldberoemd. Ik weet trouwens niet of het wereldberoemd is. Maar meestal als mensen iets anders dan zo'n vlees in een kroket stoppen, denk je, hou eens op. Je hebt tegenwoordig, dat heb je allemaal niet, lumpia kroketten, tosti kroketten, kip kroketten. Weet ik veel wat ze er allemaal in douwen. Het enige wat lekker is, naast gewoon rundvlees en kalf, is het saté-kroketje en een garnaalkroketje. Voor de rest is er niks te bunkeren, mijn mening. Maar het saté-kroketje van de Febo is in mijn ogen, denk ik wel, een van de lekkerste snacks van de wereld. Het zit helemaal niet moken vol met vlees. Liever gezegd, eigenlijk merk je helemaal niet op dat er überhaupt vlees in zit. Maar de ragu is heerlijk. Het smaakt heerlijk naar pindasaus. Natuurlijk heb je gewoon hapjes vlees. Dat maakt me gewoon blij. Dat maakt me gewoon blij. Het is een blijmaakroketje. Het saté-kroketje van de Febo is een geschenk uit de hemel. Als God een kroketje was, was het een saté-kroketje. Heerlijk! Dan heb ik weer in 30 seconden een hele kroket in mijn bek gestopt. Ik wil wel afvallen. Maar ik moet ook reviews maken. Ik moet het ook voor jullie doen. Eigenlijk offer ik mijn lijf op voor de kijker. Ik ben eigenlijk een soort martelaar van het vet voor jullie. Goed, volgende kroketje. Niet over dat het ook een steekroketje wordt, want dan is het vervelend. Nee, dit is een rundvleeskroket. De rundvleeskroket van de Febo is een draadjesvleeskroket. Je hebt namelijk 2 soorten rundvleeskroketten. Dat is het draadjesvleeskroket. Dus gemaakt van draadjesvlees. Of rundvleeskroketten, dan hebben ze dan blokjes rundvlees in. En die vind ik meestal niet zo heel erg lekker. Want die blokjes, nou laat ik zeggen, het is niet echt kote buff wat erin zit, zeg maar. Hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. En draadjes rundvleeskroketten, die zijn wel lekker, want er zitten overal draadjes in. Je hebt echt het gevoel dat je een vleeskroket eet, terwijl je met die blokjes zit je eigenlijk aardappelzetmeel en roomboter zit je naar binnen te schuiven. En af en toe denk je, oh ja, vlees.
Waarom is de rundvleeskroket van de Febo lekker? Goede smaak. Hij proeft niet alsof je uit een fabriek komt rollen. En nu weet ik ook wel dat Febo een eigen krokettenfabriek heeft. Maar wel een eigen krokettenfabriek. Snap je? Dus het is nog ambachtelijk. Je proeft dat het een ambachtelijk kroketje is. En natuurlijk is hij niet met de hand gedraaid door Dr. Febo zelf. Hè? Maar het is een prima en smaakvol kroketje. Normaal eet ik dus mosterd bij mijn kroketje. Dat doe ik nu niet, want mosterd gaat natuurlijk de smaak veranderen. En dan zegt men dat ik vals speel. Ja, en dat wil ik niet. Nee. Godverdikke, een tweede kroket alweer in mijn bakken hangen. Het zou toch wat zijn dat dit dus ook het kalfskroketje is. Dan heb ik een saté, een rundvlees en een kalfskroketje. Lukraak uit 6 kroketten getrokken. Ik weet het niet hoor, maar dan is het echt mijn lucky day. Dan wordt het ook tijd dat ik misschien wel naar het casino ga. Ja, of in ieder geval, ik moet iets gaan gokken, want dat zou heel knap zijn. Nou, daar gaat hij. Rappapa, rappapa, rappapa. Wat voor kroketje is dit? Krijg de purrs. Een kalfsvleeskroket. Ongelooflijk, hè? De kalfsvleeskroket is een stuk lichter dan het rundvleeskroketje van de binnenkant. Dan merk je ook het echt aan de smaak. De smaak is echt anders. Goed gekruid ragout. Smaakvol. Peterselie proef je zelfs. Overigens zijn alle kroketten van de Febo. Die hebben allemaal een goede buitenkant. Dus zacht van binnen, hard van buiten. Smeuig en krokant. Ja, dit is een beetje een reclamefilmpje. Ja, ik ben gewoon gek op de Febo, ja. Ik mag wel zeggen. Ik krijg nu, denk ik, wel ruzie met bepaalde mensen. Dat vroeger had je dan bijvoorbeeld zo'n Van Dobbe en Kwekkerboomkroket. Dat was dan het allerbeste. Dat zijn ze niet meer. Maar het Febo-kroketje is gewoon in kwaliteit gewoon gelijk gebleven. Namelijk 3 kroketten in mijn melk in 4 minuten. Ik hoop niet dat mijn diëtist dit filmpje kijkt. Want dat gaat gedoe opleveren. Dat was wel echt serieus heel erg lekker. En zo knap dat ik uit 6 kroketten precies de 3 verschillen haal. Misschien ben ik dan toch een connoisseur. Een connoisseur de snack, zeggen ze dat in Frankrijk. Hm. Goed, 1000 calorieën in mijn mik. Tijd voor de cijfertjes. Ik heb geen producten meer, want die zitten allemaal in een Janse maagje. Maar ik weet wel wat ik de lekkerste vind. Ik weet ook wat ik de minst lekkere vind. En laten we daarmee beginnen. De kroket waar ik denk van, ja, wel lekker, is dus het rundvlees kroketje van de Febo. Prima rundvlees kroketje. Lekker op een boterhammetje smeren. Floppy floppy, beetje mosterd erbij. In je mondje, helemaal blij. Niks meer aan de hand. Ik krijg gewoon een 7. Maar lekkerder, op het broodje, met een beetje mosterd, is het kalfskroketje. Het kalfskroketje van de Febo is ongeëvenaard. Waarbij het rundvleeskroketje denkt, lekker kroketje. Ik ken wel meer lekkere kroketjes. Is er geen kalfsvleeskroketje in Nederland wat zo lekker is als die van Febo? En nu denken jullie, krijgt hij dan een 8? Ja, die krijgt een 8. Ja, dan weet je wel wat straks gebeurt met het satékroketje, is het niet? Want het satékroketje, dat is increable. Bellissimo. Fantastisch. Dit als er ooit dus zeg maar een hoofdprijs was voor de beste snacks, won deze elk jaar weer. Het satékroketje van de Febo is gewoon een dikke 9. En daar schaam ik me niks voor. De Febo scoort dus verschrikkelijk goed bij Jans Reviews. Ik zie de mailtjes al wel weer binnenkomen. Ach, Jantje heeft een nieuwe sponsor gevonden. De familie Febo, die heeft hem kroketten en geld toegestopt. Ook dat is niet waar. Dit is een onafhankelijk kanaal. Potverdikke zeg. Nou, in ieder geval tot de volgende keer. Dag. Oh, is hier wel een beetje vol. Wat moet ik eigenlijk met die andere 3 kroketten? Nee. Nou, misschien een paar. Nee. Nou, alleen die CT dan.